Hey! Rabbit Yoshi! Oké, maar... Wie is dit? Hey, super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met Mario plus Rabbids. De vorige keer had mevrouw Wastrella ons geleid naar dit reliquie. Oh, wacht even. Ik verwachtte hier eigenlijk een dikke boss battle, maar dat gaat zo te zien nog niet gebeuren. Ik zou het dolfijn vinden om het neusje van de zand te hebben. Ik heb een terabyte vol visgrapjes. Wauw, super flauw. We gaan in ieder geval even proberen om al deze rode muntjes te pakken. 1, 2, 3, ik zag er daarbovenheen. 4, waar is het volgende rode muntje? Waar kunnen we naar boven? Waar kunnen we naar boven? Waar kunnen we naar boven? Hier kunnen we naar boven. Ah, dit gaat langzaam, dit gaat langzaam. Ga nou naar boven. Ga nou naar boven, jongen. Oké, hier en dan waarschijnlijk daar ook nog één. Ja, dat dacht ik al. 6. Zo, oké. Schiet jezelf naar de andere kant. Snel. 7. Kom op. Oh, waarom altijd zo flauw? Waarom kan ik dit soort dingen gewoon nooit net in één keer halen? Gewoon echt letterlijk hadden we 1 milliseconde te weinig. Anders hadden we het gehaald. Nu gaan we het sowieso halen. 7 en hier doorheen. En dan hebben we nummer 8 ook. Kijk, nu begint hij nog ineens te knipperen. En we hadden hem al gehaald. En dus kunnen we weer een gouden schat gaan oppakken. En ben ik heel benieuwd wat dat voor schat is. Wat voor wapen zal het zijn, jongens? Het is... Niet voor de poes, voor Rabbit Peach. Klauw je hem weg naar de overwinning met het elegante wapen waarvan sommigen moeten niezen. Maar in ieder geval gaan we nu deze boe-reliquie oppakken. Kunnen we door deze deurtjes. En dan gaan we eens kijken waar we nu naartoe moeten, jongens. Dit gaat helemaal fout volgens mij. Dit kan toch nooit goed gaan? Wij lopen gewoon met een boe hier zo, een boe-reliquie, door een enge griezelwereld. En dit is onmogelijk dat dit goed gaat. Wat moeten we trouwens hiermee doen? Kunnen we hier iets mee doen? Ja, zo te zien wel. Ja. Dan kunnen we hier overheen. Dan kunnen we hier nog een schat pakken. Rat van het lot. Ik wil eigenlijk gewoon krachtbollen. We kunnen trouwens even kijken of we nieuwe vaardigheden kunnen kopen. Vergroot de aangerichte schade van Mario's helderzicht. Ja, dat wil ik sowieso. En Rabbit Peach. Mega genezing. 70% genezing. Die wil ik ook sowieso hebben. Gaan we eens even kijken naar... Ja, en de aangerichte schade van Tackle bij Rabbit Mario. En dan wil ik eigenlijk ook deze wel. Vijanden binnen bereik worden naar Rabbit Mario toegetrokken. Dat is wel een handige, denk ik. Hoppakee. Magneetdans ontgrendeld. Alright, dat was het wel. Dan lopen we dan, jongens, met onze boerrelikwie hier zo... langs allerlei doornen in de geestenwereld. En dan moeten we, denk ik, hier doorheen. Yep. Oké. Hier mogen we zo te zien nog niet doorheen. Dus we moeten deze kant op. Over de muntjes heen. Door de poort. Over de brug. En dan moeten we hier de reliquie opzetten. Voilà, ons gebeten zijn voor. Nu zal de maanpoort wagenwijd voor ons open gaan. Hallo? Ga even open anders. De poort gaat nog niet open, jongens. We hebben een probleem. Hij zou nu open moeten gaan. Waarom is hij niet open? We hebben gedaan wat we moesten doen. We moeten de verloren reliquieën der goedheid terugvinden. En dat hebben we gedaan. En waarom is hij nou niet open? En hij wordt helemaal gek. Piepo wordt helemaal gek, jongens. Oké. Boe begint te gloeien. En we moeten blijkbaar dus een andere kant op. Waar moeten we helemaal naartoe, joh? Wat? Helemaal daar naartoe. Oké, dit voorspelt echt niks goeds, hè? Dat kan toch helemaal niet? Waarom gaat die andere poort niet gewoon open? Het is de verkeerde poort, inderdaad. Misschien is er iets van de hulplijn die we kunnen bellen. Oh, en we krijgen gelijk een e-mail. Onze anonieme beschermheilige heeft het weer perfecte moment gekozen om ons te helpen. Jullie zullen wel flink onmoedig voelen en terecht. Ik zou ook onmoedig zijn als ik jullie was. De maanpoort kun je alleen bij volle maan openen. Die is al geweest, maar gelukkig weet ik hoe hij terug kan komen. Neem gewoon het niet enge pad af vanaf de poort die ik net opende. Komt het alles goed en overleeft iedereen het. Beloofd. Ik geloof er echt niks van. Nou ja, laten we maar gewoon naar de poort gaan. We hebben eigenlijk niet echt een andere keuze volgens mij. Wat is dit allemaal? Oh, oké. Gaan we hier een battle hebben? Maar... Hey! Rabbit Yoshi! Oké, maar... Wie is dit? Wat is dit voor gek? Wat? Calavera, schaduw achter het schild. Oh no. Oké, laten we het gaan proberen. Deze midbaas te verslaan.
Hoe gaan we dit doen, jongens? Ik vraag me sowieso af of ik de goede poppetjes bij me heb nu. Misschien moeten we hiervoor dan wel gewoon Peach hebben. Nee, niet. Want ik wil sowieso al die spookjes en alles gewoon verslopen. Oké, ik weet nog niet zo heel erg goed hoe we dit aan gaan pakken. Ja, dat ik in ieder geval helder zicht gewoon aangezet met Mario. En dan gewoon vanaf hier met Mario op deze gast schieten en hopen dat ik hem raak. Kijk, sowieso, dit is wel lekker. Hij heeft dus honing nu. En dat betekent dat ik met Mario gewoon lekker hier gaan staan. Zo. Dan ga ik met Rabbit Mario naast deze gast aan die kant staan. En dan hoop ik dat we ze straks allebei kunnen verslaan. Oké, we gaan eens even kijken wat het doet. Bam! Oké, die is versteend. Nou, oh, nice! 2 versteend en eentje alvast verslaafd. Kijk, dit was eigenlijk precies wat ik hoopte. Want dit betekent namelijk dat zij allebei niks kunnen doen. Dat ik mijn autootje op hun af kan laten rijden. Of zal ik het nog even sparen? Kan ik ze eentje van sowieso raken? Ja, deze kan ik sowieso verslaan. Dus dat ga ik doen. Ik ga hem sowieso verslaan. En dan staat alleen dat spookje daar nog. Maar die kan nu sowieso nog niks gaan doen. Dus dat is wel lekker. Oké, en dan krijgen nu de tegenstanders de beurt. En wat gaat dan deze enge dude doen? Die gaat... Oké, die... Wow! Oké, die was heftig. Mario gaat lekker op hem schieten. 170 damage gelijk. Dat is lekker. En hij heeft honing. Ik ga dan in ieder geval met Rabbit Mario deze spook verslaan. Want Rabbit Mario heeft short range wapens. Dus dat is sowieso handig dan. En hoe gaan we deze gast dan aanpakken? Hij heeft een draagbare dekking. Ik kan hem dus vanaf hier niet raken. Waarom kan ik hem niet raken vanaf hier? Vanaf waar kan ik hem wel raken dan? Rabbit Peach, kan jij hem raken vanaf hier dan, of niet? Nee, ook niet. Ik kan wel mijn autootje op hem af laten rijden. Die kan hem dan waarschijnlijk wel gaan raken. Oké, nice. Oké, dit is best wel veel damage hebben we al gedaan. Dat is wel echt top. Moeten we nou een beetje bij elkaar blijven of moeten we nou juist uit elkaar gaan? Dat is de vraag, hè. Wat gaan we doen? Ik ga Mario gewoon bij hem in de buurt zetten. Ik weet niet of het heel slim is, maar dat ga ik doen. Hij kan straks toch nog niet lopen. Oké, blijkbaar vanaf de achterkant kan ik hem raken. Dus laten we dat doen. We gaan er vanaf de achterkant schieten. 101 damage. En nu krijgen de tegenstanders dus de beurt. Wij moeten dus achter hem zien. Of is het nou de zijkant? Ik kan amper zien of we aan de goede kant van deze gast staan, man. Er komen straks wel weer nieuwe spookies tevoorschijn. Oké, nu kan ik hem dus niet raken vanaf hier. Dat betekent dat ik met Rabbit Peach gewoon lekker... Ga denk daar naartoe. Zo. Kan ik hem vanaf hier raken? Dat zou best wel lekker zijn. Ja, vanaf hier kan ik hem dus raken. Dus vanaf de achterkant kunnen we hem gewoon raken. Dus dat gaat goed. Dan ga ik met Rabbit Mario nu daar zo staan. Dan kan hij als het goed is gewoon nog geheeld worden ook. Top. Vanaf hier raak ik hem dus inderdaad. En we verstenen hem ook. Dus nu kan hij niks doen. Ah, dit is wel echt heel erg lekker. Ik ga in ieder geval Rabbit Mario gewoon hier vanaf deze kant. Hoppa. Kan ik hem tackelen? Oh, ik kan hem zelfs nog tackelen, joh. En dan ga ik met Rabbit Mario, of met Mario natuurlijk, ga ik gewoon lekker erachter staan. Zo. Hoppakee. En dan gaan we vanaf hier raken. Hoppa. En ook nog honing. Ja, ik weet niet of ik... Ik had hem liever eigenlijk versteend gehad, denk ik. Want dan had hij gewoon niks kunnen doen. En nu kan hij weer wel wat doen. En nu krijgen we ook te maken met 2 nieuwe spookjes. Wat gaan die spookjes doen? Voorlopig nog niks. Hij gaat eerst even een bommetje gooien. Oh, en hij raakt ons allebei kritiek. Oh, dat is wel even jammer. Wat gaat dit spookje doen? Die gaat ook naar Mario toe. Ah, oké. En het derde spookje gaat ook naar Mario toe. Oh, en die maakt ons even een vampier. Oké. Ik denk dat we ons keihard moeten gaan focussen op het verslaan van de baas. Ja, en ik denk dat dat misschien wel moet gaan lukken. Ik ga mijn autootje ga ik op hem af laten rijden. 147 damage. Hoeveel punten heeft hij? Hij heeft nog 68 HP. Dus we moeten hem echt serieus nog 1 keer raken nu. Als ik gewoon achter hem kan springen met Mario. Ja, dat hier zou moeten lukken, denk ik, toch? Als ik daar naartoe kan springen. Zo, dan kan ik hem vanaf hier raken, toch? En laat ik hem gewoon gekaard verslaan met mijn hamer. Gewoon met mijn hamer. Bam! Oké, 219 kritiek, stuiter, alles. Bam! En zo hebben we deze midbaas gewoon verslagen. Ik dacht dat hij best wel lastig was eigenlijk. Maar La Cavalera hebben we gewoon verslagen en hij gaat terug de put in. Hoppakee. En dan hebben we dus inderdaad Rabbit Yoshi vrijgespeeld. En dat is super awesome. Hij heeft een soort van mitrailleur zo te zien. Hij gaat helemaal los. Oef, zegt Bipo. Welkom bij een Schorri-Morri verbond. Yes, welkom. Welkom! Iedereen die ons wil helpen om het paddenstoelenrijk te redden is van harte welkom. Zo, hij gaat wel echt helemaal los op die La Cavalera.
We hebben een perfect, dus dat is ook super goed. We mochten er zelfs nog een beurt langer over doen. We hebben 2500 muntjes maar liefst en 25 nieuwe krachtbollen. En we hebben dus inderdaad Rabbit Yoshi vrijgespeeld. Half Rabbit, half Yoshi. Helemaal gevaarlijk. Open zijn vaardigheidsschema en bereid hem voor op de strijd. En er zijn ook nieuwe wapens te kopen. Dan gaan we eens even kijken wat Yoshi allemaal kan hoor. Zullen we gewoon in ons team doen, samen met Rabbit Peach? Laten we het doen. Rabbit Yoshi kan op meerdere vijanden een tackle uitvoeren. Wordt door de lucht gegooid voor een gebiedsaanval op alle vijanden binnen bereik. En zijn speciale vaardigheid is dat de vijanden in de buurt op de vlucht slaan. Nou, in ieder geval gaan we tackle 3 keer uitvoeren. Ja, we gaan die eend ook activeren. Hoppakee. En dan gaan we deze ook activeren. Dan is alles gelijk vrijgespeeld. Laat buitenschild maximaal 2 aanvallen achter elkaar absorberen. Dat lijkt me wel handig. Hij heeft dus een soort schild dat hij aan kan zetten. En dat absorbeert de schade. Dat is nice. Maar we moeten ook even onze aanvallen gewoon flink gaan versterken. Dus mijn tackle ga ik even flink versterken. En laten we Yoshi ook nog eventjes wat meer HP geven. Kunnen we met Mario nog iets goeds doen? Mario's heldenzicht koelt af in minder beurten. Ja, die is ook wel erg handig. We kunnen ook nieuwe wapens gaan kopen. Dus dat gaan we ook eventjes doen. Zo. En moeten we voor Yoshi eigenlijk ook even een nieuwe kopen. Zo. En ook een nieuwe bad eend. Hoppakee. En een nieuwe hamer voor Mario. Oké, nu zijn we wel klaar. En dan kunnen we nu door naar die andere poort. Met die stekels en die doornen. En ik ben heel erg benieuwd wat hier dan allemaal gaande is. Wat is hier allemaal aan de hand? Dan kunnen we misschien weer een nieuw wapen vrij spelen. Dus laten we dat gauw gaan proberen. We pakken hier deze muntje. Ze belazeren mij alweer. We moeten hem hier van bovenaf pakken. Dan meenemen. Dan hierop zetten. Dan kunnen we hier doorheen. Dan moeten we dat ding erop. Kom op. Weer niet op 1 seconde. Echt, dat is echt gewoon traditie. Dat we gewoon deze puzzels de eerste keer echt op een halve seconde niet halen. Zo moet het altijd gaan. We gaan het nu nog een keer doen. Zo, hoppakee. Pakken dit ding op. Zo. En dan deze hierop. En dan deze duwen. En dan kunnen we gewoon hier naar boven. Hebben we nu nog 6. 5. We hebben echt super veel seconden over nu. Nu gaat het veel makkelijker. En dan hebben we een nieuw wapentje te pakken. En dat is een brandkraker. Blus de agressie van je vijanden met het iconische symbool van veiligheid. Nou, die gaan we nu niet gelijk kopen. Maar het is natuurlijk altijd leuk om een nieuw wapentje in je arsenaal te hebben. Volgens mij moeten we hier naartoe. En dan komen we in wereld 3.6. En dat heet Double Loops. Double Loops. I don't know. Moeten we hier gewoon overheen? Ja, volgens mij kunnen we hier voor de rest niks halen. Wat is dit nou weer, joh? Oh, weer echt mega puzzels. Okay, we kunnen nu sowieso niet naar links. Kunnen we hier iets doen? Nee, die kant kunnen we niet op. En we drukken gewoon gezellig nog een keer op de knop. Kunnen we dan nu hier wel naartoe? Ah, nou, en aan deze kant dan kunnen we... Nee, daar kunnen we niet naartoe. Kunnen we hier... Nee. Kunnen we hier doorheen? Ah, oké. Hier kunnen we nu iets doen. Dan kunnen we deze in ieder geval op de knop duwen. En dan hebben we daar in ieder geval de schat te pakken. Oh, hè? Oh, we moeten eromheen. Oké. Werden we even in de maling genomen door die boer daar zo. Wat zijn jullie daar aan doen? Inderdaad, man. Dit water is super smerig. Gaat ver. Oké, zouden we nu hier rechtdoor kunnen? Ja, we kunnen hier gewoon door. Oké, dus we weten dat we groen nodig hebben om daar door te gaan. Maar ik wil graag ook kijken of er aan de linkerkant iets is wat we kunnen pakken. Dus misschien hebben we daar dan blauw voor nodig. Kunnen we met blauw er doorheen? Zo, nee, die kant kunnen we niet op. Kunnen we hier langs? Ja, maar dan kunnen we er ook niet door. Dan moeten we hopelijk hier langs kunnen. Yes, nice, oké. Een nieuwe soundtrack, bekijk hem in het museum. Dan kunnen we deze knop in... drukken. Ik denk niet dat het slim was. Ik denk dat we blauw nodig hebben om terug te komen. Oké, daar is blauw weer. Top. Dan kunnen we als het goed is nu gewoon weer zo terug. En dan hebben we dus groen nodig om daar door te kunnen daarboven. Alright, we hebben groen weer terug. Moesten we nou rechtsom volgens mij? Nee. Moesten gewoon zo. Ja, moesten gewoon makkelijk doen. Pakken we hier weer 3 nieuwe muntjes op. Hey, visjes. Hieronder. Kijk nou. Dit zijn grappige visjes. Die ken ik nog niet uit de Mario spelletjes. Hebben ze wel ogen? Volgens mij hebben ze geen ogen. Oh, het zijn karpers zonder ogen. Oké, en dan moeten we hier gaan battelen terwijl we nu keihard beschoten worden door iets. Wat is dit? Wie doet dat? Wat ben jij nou weer voor een figuurtje? Met je mooie Justin Bieber haren.
Walkure, Walkure. Domkoppen met dubbele lopen. Oké, we moeten iedereen verslaan. En we hebben nu Rabbit Yoshi dus in ons team. Walkuren gaan ver om zichzelf en anderen te beschermen. Let op, hun teamsprong eindigt met een stampsprong. Laat je niet klein krijgen, letterlijk. En pas op voor hun unieke maar krachtige schiettechniek. Oké. Volgens mij is dit weer helemaal geen makkelijke battle, jongens. Ik ga deze gast in ieder geval voor zijn donder schieten. Die heeft in ieder geval honing te pakken, dus dat is lekker. Rabbit Peach gaat lekker hier zo staan. Ik ga proberen om die gast daar te verslaan met het autootje. Bam! Hoppakee, 146 damage, toppie. En dan hebben we Yoshi natuurlijk nog. En Yoshi mag hier achter gaan staan. Dan gaan we kijken wat Yoshi precies voor wapen heeft. De Rabbit Yoshi natuurlijk. Schiet hem maar voor zijn donder, ik hoop dat je raakt. Nee hoor, je raakt hem gewoon niet. Nou, Mario mag in ieder geval zijn helden zich lekker aan gaan zetten. En dan is nu de tegenstander aan de beurt. Ben ik benieuwd wat de tegenstander allemaal gaat doen. Want ze zien er best wel moeilijk uit, deze tegenstanders. Oké, ze hebben dus ongeveer zo'nzelfde wapen als Yoshi. Lekker dan. Die wordt gelijk achteruit geduwd. Oké, wat gebeurt hier allemaal? Wat doen ze? Wat doen ze allemaal? Nou, in ieder geval krijgt hij wel gewoon lekker een heldenzicht op zijn hoofd. Keer 2. Is die dan gelijk down? En... Ah, hij heeft nog 75 over. Oké. Jullie gaan elkaar kracht geven of zo? Oh, dat is een schild. Oké. Jij gaat het gewoon missen. Dankjewel, topper. Zijn wij al aan de beurt? Nee, jij moet ook nog zien. En waarom doen jullie Yoshi allemaal zoveel pijn? Hij is net nieuw in ons team. Laat hem even lekker met rust of zo. Jongen. En deze gast heeft echt geluk. Ik kan hem gewoon met een tackle net niet slopen. Ik moet wel proberen om in ieder geval ook die andere gast te slopen die daar zo staat. Dus dat ga ik sowieso proberen. Ik ga hem tackelen. Dan zie ik wel hoe ik hem straks ga verslaan. Misschien met een bommetje van Yoshi dan of zo. In ieder geval komt Mario dan hier uit. Oh, wauw. Dat is wel echt een goede ability. Ja, Yoshi, sloop jij hem maar gewoon even met een bom. Dan hebben we die in ieder geval verslagen. Zo, hoppakee. Oh man, ik wil eigenlijk die gast wel heel graag verslaan. Lukt dat als ik gewoon mijn krachtmacht activeer of ook niet? Nee, dan lukt het ook niet. Tenzij we nu een kritiek schot hebben. Ja, we hebben het. En dan, ja, kijk, dit is lekker. Dit is lekker. We hebben hem toch verslagen. Ik denk dat ik Yoshi wel even moet healen. Dat is sowieso nodig, want Yoshi heeft een probleem. En dan blijft Rabbit Peach gewoon lekker aan deze kant staan. Ik heb bij allebei 50% kans om te raken. Dus ik ga het gewoon proberen. Hopelijk raken we hem. Ah, nee man. Rabbit Peach is niet in vorm. Duidelijk niet in vorm. Yoshi, jij mag daar gaan staan. En voor het geval dat zij door die buis komen, zet jij gewoon even lekker je schild aan. Dan zijn de vijanden nu aan de beurt. Ben ik benieuwd wat zij gaan doen. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Goed dat we ons schild hebben aangezet. Zij gaan ondertussen helemaal los. Die heeft het gemunt op Mario. Ja, en weer een stuiterbal hoor. Hoeveel geluk hebben jullie elke keer met die stuiterdingen en zo. En jullie raken ook echt alles. Wauw. Oké, maar hij staat nu wel hier. Dat is op zich wel lekker. We kunnen hem nu wel echt keihard gaan aanpakken met z'n tweeën. Dus dat gaan we ook zeker wel proberen. Hoppakee, een tackle. Oh ja, met Yoshi kon ik superveel tackles doen, hè. Maar ja, ze staan allemaal heel ver uit elkaar. Dan gaan we nu proberen te schieten met ons superwapen. Hoppakee. Dan is nu Rabbit Peach aan zet. Die gaat hem ook tackelen. Zo. Hoppakee. Dan kunnen we hem schieten of we kunnen een autootje naar hem toe sturen. Zullen we gewoon een autootje naar hem toe sturen? Die doet altijd veel meer pijn, dat autootje namelijk. Hoppakee, en honing te pakken. En hij is verslagen. Kijk, zo, dat zien we graag. Dan moet alleen Mario nog even zien te dealen met deze gast aan deze kant. Want die is wel een beetje vervelend aan doen. Kan je hem raken, Mario? Nee, je kan hem niet raken vanaf hier. Oké, tegenstanders krijgen de beurt. Ze zijn nog met z'n tweetjes. Jij gaat voor Mario. Ja, dan kan jij mij ook niet raken, toch? Vanaf daar? Nee, ik wou net zeggen. Dat gaat dan ook niet lukken. Ze zijn nog met z'n tweeën. Ah, nee. En die komt naar mij toe en die gaat dan keihard de stampsprong doen. Auw, op Mario. Auw. En die gaat Mario ook nog schieten. En die is ook sowieso raak. Gaat Mario het overleven? Gelukkig wel. Ik denk dat het slim is als Mario zich zo eens eventjes gaat terugtrekken. Dat lijkt me wel een strak plan. Dus Mario, jij mag lekker eventjes hier zo... Ja, ga jij maar even lekker daar staan na je tackle. Want dat hadden we eigenlijk gewoon eerst moeten schieten. Soms ben ik zo stom bezig met die volgorde gewoon. Denk gewoon niet na of zo. Rabbit Peach, jij mag hier naartoe. Zo, ga maar door de buis. En dan kun jij hem schieten. Nee, je mag die andere schieten. Jij mag die gaan schieten. Doe even een speciaal schot aan. Nee, dat is jammer, dat doet ze dan weer niet. Doe lekker je schildje aan. Zo, toppie. Kunnen we met Yoshi nog ergens naartoe? Nee, niet echt. Ja, we kunnen hier naartoe. Yoshi is wel helemaal vol, dus in principe zal die niet in één keer doodgaan, denk ik. Dus misschien dat we iemand vanaf hier kunnen raken. Ja, misschien kunnen we die wel raken met ons leuke bad-eentje. 1. Hoppakee, en versteend. En versteend, dat is altijd lekker. Dan kan die in ieder geval niks meer doen. En dan krijgen de tegenstanders de beurt. En er is er maar één die wat kan doen, en dat is deze. En die gaat natuurlijk voor... Oh, die gaat voor Yoshi. Oké, nou, ook goed. Vind ik helemaal prima.
Helemaal goed. En dan zijn wij weer aan zet. Oké, ze gaan elkaar nu wel helpen. In ieder geval gaat Yoshi ook even naar die kant toe. Die gaat dan lekker springen. En die gaat daar achter staan. Zo. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Lekker hoor. Goed zo. En dan gaan we gewoon proberen om deze gast te schieten. Ah, dat lukt weer dus niet hoor. Dat lukt weer. Waarom lukt het toch steeds niet? Ja, ik kan wel op safe gaan spelen. Maar eigenlijk moet ik met Mario ook gewoon even mijn best gaan doen. Hè? Mario, jij gaat lekker daar zo staan. Hoppa, oké. Dan rijd ik nu eerst even mijn autootje gewoon in op deze gast die hier zo staat. Bam! Hoppakee, 142 damage. Ja, dan mag Mario het afmaken bij die gast. Hoppakee, 114 damage. En dan is hij weg. Dan hoeven we er dus nog maar één te verslaan. Doe je helden zeg maar alvast aan, Mario. Dan kan je hem misschien zo pakken. Doe jij je schild lekker aan voor de zekerheid. Er gaat toch niks meer gebeuren, maar vind ik leuk om te doen. En dan gaan we kijken wat de tegenstander nu gaat doen. Hij gaat in ieder geval lopen. We raken hem hier één keer. En dan is het klaar. Dan is het klaar. 187 HP deden we damage bij hem. Dan hebben we het dan perfect. Ah, we hebben net geen perfect. We hebben er één beurtje te veel over gedaan. Maar dit was wel het debuut van Rabbit Yoshi. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van Rabbit Yoshi vinden. Vinden jullie dat hij in het team moet blijven? Voor wie moet hij in het team blijven? Of moet Rabbit Mario terug? Of nou, zeg maar wat er moet gaan gebeuren met mijn team. Ik ben heel erg benieuwd. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En dan zie ik jullie zoals altijd weer later bij de volgende video. Mazzel!